Eind maart staat de grote internationale nucleaire top in Den Haag op de agenda. Alle wereldleiders komen praten over terrorisme. Dus hoedt u voor een terreur aan veiligheidsmaatregelen. Het is niet alleen extra politie op straat, maar ik geloof ook er wordt luchtverdediging geïnstalleerd. Waar moet ik nog meer aan denken? Nou, u moet niet te veel denken. We hebben geprobeerd een goede balans te vinden tussen de veiligheid en een gewoon doorgang van het maatschappelijk leven gedurende deze twee dagen. Waar bent u bang voor? Ik ben helemaal nergens bang voor. Nee, maar wat kunnen we verwachten aan dreiging? Oh, dat weet ik nog niet. Wij zijn voorbereid. Geen enkel idee? Nou, wij zijn voorbereid op alle mogelijke dreigingen. Waar gaat u zelf vanuit qua dreigingsniveau? Dat is net aangegeven, significant. Waar moet ik aan denken? Is er reuring bij moslim-extremisten bijvoorbeeld om een aanslag te plegen? Laat uw fantasie de vrije loop. Kernaanval? Laat uw fantasie de vrije loop, dan komt u een heel eind. Nou, er zijn verschillende scenario's zijn er gemaakt en wij zijn gewoon voorbereid op die scenario's. En wij verwachten op dit moment niets specifieks. Niets specifiek? Voor zover mij bekend is. En dat die top belangrijk is, dat begrijp ik. Maar het is ook niet heel ongelukkig. Ik bedoel, je organiseert zoiets op het drukste stukje Nederland, waar toch al een overvol wegennet is. Lijkt me een ramp. Kijk, het alternatief zou zijn het op een Waddeneiland te doen. Maar daar kan zeg maar het toestel van Obama niet landen. Niet alleen Hagenezen hebben er last van. Maar iedereen die zich normaal gesproken in de Randstad op de weg beweegt, die staat zo meteen stil. Nou, het is eigenlijk een corridor van Schiphol naar Den Haag. En die wordt voor een belangrijk deel gedurende twee tijdsvensters vrijgehouden om die wereldleiders daar te vervoeren. En die capaciteit wordt onttrokken aan het normale verkeer. De spits des doods wordt over ons uitgestort in maart. Nou, we moeten wel zorgen dat de hinder die we kunnen vermijden, dat we die ook vermijden. Daarom geven we ook aan de weggebruiker een aantal adviezen mee. Ga fietsen. Fietsen is in ieder geval een goed idee. Ga thuiswerken, neem de trein, neem de tram, de fiets en dan komt het allemaal goed. Steun ons. Ga naar poontmoetblijven.nl en druk op die knop.